Hallo allemaal, welkom bij inmiddels seizoen 4 van Drumpraat. Dit heugelijke moment gaan we aftrappen met nieuws. Want we gaan namelijk een partnerschap aan met Slagwerkkrant. Dit fantastische blad voor drummend Nederland en Vlaanderen is partner geworden van Drumpraat. Dus je kunt alle nieuwtjes en alle zaken kun je gaan volgen bij de Slagwerkkrant. Wat gaan we doen? We gaan weer met fantastische gasten mooie documentaires maken hier in de studio in Giekerk, namelijk de Hitfabriek. Maar ik wil jullie ook even voorstellen aan het team die Drumpraat mogelijk maken. Van links naar rechts, Patrick Kramer, die verantwoordelijk is voor het licht. Jan-Peter van Popta, voor alle video-editing en montage en film. En Bob Pille, de engineer in de studio. Ik wens jullie heel veel plezier met het volgende seizoen van Drumpraat. En mijn eerste gast van vandaag is een hele speciale. Een drumstijl bouwende drummer met een fantastische reputatie. Een geweldige jazz fusion drummer zoals ik hem waarschijnlijk toch eigenlijk wel zelf zie. Sebastian Cornelissen. Sebastian, wat te gek dat je hier eindelijk bent, man. Eindelijk, hè? We kennen elkaar al jaren, maar we hebben eigenlijk feitelijk elkaar vandaag voor het eerst echt een levende lijf ontmoet. En? Valt het tegen? Nee, het voorgesprek was al hilarisch, dus dat belooft wat. Hé, hey, maar leuk als mede-Noordeling, want je bent in Drenthe geboren. Nee. Niet? Nee, oh. Ik zou liegen als ik... Nee, ik ben geboren in Delft. Ach. En mijn jeugd was in Hilversum. Kijk. Maar ik heb wel een tijd in Drenthe gewoond, dan is dus dat klopt. Dan is dat het. Ja. Hey, ik ken jou eigenlijk als een, ik noem het maar jazz fusion drummer. Dat weet ik van je, maar je ziet jezelf toch ook wel veel breder dan dat, toch? Zeker. Ik bedoel, in principe ben ik geïnteresseerd in alle soorten muziek. En in iedere stijl zit wel iets wat me aanspreekt en wat je ook kan gebruiken als het fusion zou zijn. Mm-hmm. Maar mensen kennen mij daar veel van. Want ik heb veel fusion cd's en digitale downloads, weet ik veel wat, gemaakt. En, maar daarnaast ook heel veel sessies gedaan voor in de poprichting bijvoorbeeld. Ja. Dus, en dat vind ik hartstikke leuk. Graag. Hey, je hebt wel een geschiedenis met hele interessante muzikanten waar je mee gewerkt hebt. Hè? Ik noem een Gary Willis en noem maar op. Ja. Hoe ben je daar gekomen? Wat is het verhaal? Misschien is het wel... hoe moet je dat zeggen? Ik heb eigenlijk altijd geprobeerd om mensen te vinden die dat is heel makkelijk, die veel beter zijn dan ik.
om daarmee te spelen en daarvan te leren of zo. En ik ben echt opgegroeid met muziek als Weather Report, Yellow Jackets en dat soort dingen. Door mijn vader. Mijn vader en moeder zijn beide muzikant. Mijn vader die speelt ook bas, een contrabas. En ja, die leerde mij daar mee in aanraking. Of die leerde me dat waarderen. En ja, daar zaten echt idolen bij waar, voor mij dan. Die ik graag eens een keer zou willen ontmoeten of mee zou willen spelen. En dat is eigenlijk zeker tot een paar jaar terug heel erg altijd aanwezig geweest voor mij. Dat ik dat leuk vond om gewoon zoveel mogelijk muzikanten te leren kennen waar ik echt fan van ben. En ja, weet ik, dan pakte ik gewoon een cd'tje en dan ging ik kijken in het boekje van heb ik met die niet de mogelijkheid om contact te leggen of is het niet leuk om daar eens mee te spelen. En dan ja, van het ene komt het andere en dan word je gelukkig ook gevraagd voor dat soort dingen. Dus ja, nee, dat was voor mij denk ik een hele goede ja, manier om verder te komen met wat ik ambieerde. Maar toch even over dat, dan word je gevraagd. Maar dus dan treed je eigenlijk zo'n scene binnen. Maar hoe, dan gaat er iets aan vooraf. Want je maakt contact, je belt die mensen op. Hoe heb je dat, hoe heb je dat gefixt? Hoe ja, ging dat? Dat begon echt, ja, een beetje het eind van mijn studie aan het consortium. Daar, ja, toen begon het eigenlijk. Of toen had ik voor het eerst de mogelijkheid tot e-mail en internet en zo. En ja, dan probeerde ik dat gewoon. Een van de eerste. Dat was Gary Willis. Ik had toen een cd opgenomen met een Zweedse toetsenist. En helemaal te gek, Lil Larson. En we hadden geen bassist. Of die zei af. Dus we konden niet meer. En toen, of ik weet niet eens hoe het precies is gegaan. Maar we zaten daar. Hij was overgekomen vanuit Zweden naar in Drenthe toen. Barger Compascum. En wij zaten daar gezellig in mijn studio. Maar ja, zonder bassist en grootse plannen. En toen zei hij voor de gein, hij, van ja, het mooiste zou zijn als we of Anthony Jackson of Gary Willis op deze cd krijgen. Dus ja, en hij liep even naar binnen en toen ben ik op de website van Gary Willis gaan kijken. En toen zag ik zijn e-mail. Toen dacht ik, nou, ik vraag het gewoon. En met het telefoonnummer erbij. En ik ben naar binnen gegaan. Ik had het niet gezegd. Ik geloof een uur later kreeg ik ineens telefoon waar die Lil dan bij zat. Dus dat was ontzettend, eigenlijk hilarisch. Voor mij op dat moment ontzettend zenuwslopend. Want dat had ik niet verwacht. En ja, zo begon het dan met hem. Maar ik, ja, het was ook, ik ben een heel groot fan van Alan Holdsworth. En met bijna alle muzikanten waar hij wel mee heeft gewerkt, vond ik altijd, zeker in mijn begin. Ja, van mijn carrière vond ik dat helemaal geweldig. Dus ik ging veel naar concerten. Dus ik ging ook bijvoorbeeld met. Dan ging ik naar Alan Holdsworth met mijn vader toen het einde. Dan ging ik buiten praten met Gary Husband. Toen was ik echt nog zo'n klein kereltje. Ja. En nu ben ik een groot kereltje. En ja, die was toen altijd al heel aardig. Dus ja, die herkende mij op een gegeven moment. Op een gegeven moment gaf ik hem een cd van wat ik had gedaan. En nou ja, toen ook een keer gevraagd van wil je een keer meespelen en zo. Ja, dat komt op iedere manier natuurlijk. Of het kan zomaar gebeuren. Ja. Dus ja, je moet gewoon niet bang zijn om het te vragen, denk ik. En, ja. En op een gegeven moment, als het ze dan bevalt, ja, dan heb je kans inderdaad. Dat ze, als ze zelf eens een project hebben, of ze komen vanuit het buitenland hier naartoe, of ze willen graag in Europa spelen, zoiets, dan kan het zijn dat ze jou vragen. Dat, zo heb ik dat in ieder geval wel ervaren. Dus je hebt met Gary Husband natuurlijk een fantastische drummer gewerkt. Ja. Maar niet als drummer, neem ik aan. Want hij speelt ook piano. Ja, en hoe? Maar hoe is dat dan als jij... Je speelt in een band met Gary Husband op piano. Ja. En jij als drummer. En je idool, of in ieder geval... Ja, dat is heel bizar. Hoe is dat... Hoe ga je daar dan mee om? Want jij zit het spelen, maar je denkt, je wordt constant, weet je, dat daar een of ander monster naast je zit te kijken. Nou, erger nog, het is natuurlijk een invloed in je spel ook. Het is, ja. Ik heb nooit echt licks of weet ik veel wat uitgeschreven. Dus zo kan je luiheid noemen. Maar ik vond het altijd interessant om gewoon naar iemands stijl te luisteren of fraseringen, dat soort dingen. Dus dat probeer ik dan in mijn spel ook over te nemen, zover dat mogelijk was en is. Dus toen ik met hem voor het eerst speelde,
of daarvoor heb ik me van tevoren verontschuldigd dan, dat ik hem misschien of dat ik hem na zit te doen of zo. En na het optreden ben ik er weer naartoe gegaan. Ik zei, ja, sorry, ik zat met al je licks, of licks, maar ja, wat het dan ook. Hij zei, ja, ik heb helemaal niks gehoord. Toen dacht ik, ja, dat zal wel. Maar het is wel heel leuk, want met zo iemand te spelen, zeker omdat het, ja, dit is wel een hele bijzondere situatie, want het is een waanzinnige drummer. En dus die begrijpt heel goed hoe jij je instrument benadert. En dat is heel inspirerend en het gek, want samenspel is dan, het is bijna een beetje alsof wij samen zouden spelen, dat je dan toch bepaalde dingen van elkaar, of nou ja, aanvoelt, wat je natuurlijk in een bandje ook, als het goed is, hebt. Maar met iemand zoals hem is dat wel echt bizar soms. Dat is heel, ja, heel gaaf. We hebben echt hele toffe momenten gehad, durf ik bijna wel te zeggen. Maar op een gegeven moment groei je over die onzekerheid heen. Dan voel je je wel comfortabel. Ja, nou ja, je moet wel. Maar ik ben niet iemand die zo gauw vindt van zichzelf van, nou ja, ik ben nu daar waar ik moet zijn of zo. Dus ondanks dat, ja, misschien, ik weet het niet, maar dat ben ik echt niet. En ja. Nee, je moet wel, dat is het eigenlijk. En het is, ik ben nog steeds, als ik moet spelen, maak ik me soms druk over van alles. Maar met name van, doe ik het zelf wel goed of zo. Heb je last van een soort onzekerheid dan? Is dat het? Ik ben geen heel zeker persoon, hoe moet je dat zeggen? Totdat ik ga spelen, ja. Maar alles daarvoor, dat is, vind ik, ja, hè? Dat is lastig. Ik ben niet zo'n, ik praat veel, maar ik ben niet zo'n goede praat. Nou ja, tot nu toe gaat het je goed af. Maar vind je dat de aanloop naar een concert, dat is voor jou wel een soort van mentale uitdaging? Ja, vraag maar aan mijn vriendin. Ja, hoe? Nou, nee, het is niet zo heel erg. Maar het klinkt nu een beetje dramatisch, maar ik ben daar wel heel erg mee bezig of zo. Ik heb liefst ook voordat ik moet spelen, dat ik niet zoveel met mensen. Dan wil ik niet zo graag met mensen praten. Of de small talk is dan bij mij echt heel lastig. Het ligt dan niet aan die mensen, het is puur ik. En dan ga ik soms mijn foute hobby, dan ga ik ergens even buiten roken waar niemand me kan vinden of zo. Dus dat heb ik wel eens. Maar ja, met een beetje geluk, zo gauw ik ga spelen, dan heb dat weg. Meteen? Nee, dat duurt wel een nummer. Ja. Dat doen we wel. Ja, want ik weet niet of jij dat hebt, maar dat, het is natuurlijk iedere keer als je een soundcheck doet, dat is gewoon, heeft niks te maken met zo gauw je moet aftellen en we beginnen echt. En dan moet ik er altijd wel eventjes inkomen. Ja. Dus dat. Maar het ebt weg. Ja. Het ebt weg. Ja, leuk man. Hey, en heeft jouw sound, jouw manier van spelen, jouw opvatting, jouw klankvorm, hoe heeft zich dat ontwikkeld door de loop van jaren? Dat is. Het zijn verschillende dingen. Op een gegeven moment. Ik was veel oefeningen en dingetjes voor mezelf aan het bedenken. Omdat ik had wel vrij duidelijk in mijn hoofd waar het naartoe zou moeten gaan. Mm-hmm. Nog steeds hoor. Maar, mm-hmm. Ik ben toch altijd wel een klein beetje overtuigd van dat je dat toch het beste zelf kan ontdekken. Ja. Het helpt zeker hoor. Les nemen en mensen die even kritisch naar jou kijken en luisteren van. Waarom doe je het niet eens zo en zo? Maar ik wilde zo snel mogelijk op een beter plan, op een hoger plan komen. En daar had ik een paar maniertjes voor. Een van de meest gekke eigenlijk was dat ik. Dat is echt dus jaren terug, hè? Dus, maar dat ik ben op gaan schrijven wat heb ik nou allemaal voor stoere licks en ritmes en weet ik van wat. Dus ik pakte toen een heel stapel papier erbij. En ik dacht, nou gaan we eens even schrijven. En ik geloof dat ik nog bijna niet eens één kantje vol kreeg. Omdat heel veel dingen die je dan speelde, bleek, ja, dat klinkt anders. Maar in principe heb je dezelfde handsetting. Ja. En toen dacht ik, misschien helpt dat dus voor mezelf als ik dat ontwijk. Op een of andere manier. Maar dan moet je wel weten en bewust zijn van. Kun je daar een voorbeeld van geven? Maar ja, ik bedoel, als je begint te spelen. Of als je begint, de eerste fill die je doet. Ja. Is natuurlijk. En vanaf dat moment, en ook veel, dat duurt een hele lange tijd, denk ik, of zo was het voor mij zo, dat bij iedere nieuwe fill die je leert en zo, het is altijd bijvoorbeeld die kant op. Ja. Dat is dan één.
Ja. Dus toen dacht ik, nou, ga ik eens misschien diezelfde fills de andere kant op spelen. En dat is, dit is een beetje een gek voorbeeld. Maar het hoeft ook niet allemaal te letterlijk. Dus, maar dat leidde er dan toe dat je bijvoorbeeld fills of ritmes die je dan speelt, wat meer als een verhaaltje gaat bekijken. Dus van, nou ja, je maakt een frase die kant op. En dan kan het antwoord zijn dat je de andere kant op zou kunnen gaan. Of dat je... Nou ja, dat was het begin voor mij. En ja, daar kwamen dingen bij zoals... toen dacht ik, nou ja, eigenlijk als drummer speel je over het algemeen singles, dubbels en een combinatie daarvan. Dat kan zijn in 16e triolen, et cetera. Dus als ik nou eens in eerste instantie een tijdje alleen maar 16e singles speel en daar wat variaties in maak en dan misschien wat dubbels bijspelen en dan kijken wat alle opties zijn in plaats van gewoon een fill spelen. Dus denken er meer van, oké, dit is mijn toonladder. En misschien kan ik daar interessante combinaties aan maken. Maar ook, het is een beetje onzin, maar ook een beetje de akkoorden. Oftewel dingen samenspelen en overlappen. En dan denk ik dat mijn stijl dat wel een klein beetje dat bepaald heeft. Dus dat ik probeer om zo vrij mogelijk die fills iedere keer te benaderen. Dus niet zozeer vanuit een bepaalde frase te denken. Maar meer van op het moment van, nou, mijn hand moet nu die kant op. Of we gaan samen, of ik ga met mijn beest om, of weet ik veel wat. En dat heeft ook met ritmes zo een beetje geleid tot dat ik dacht, nou ja, je kan wel ritmes spelen met ghost notes, maar dan speel je meestal de opvulling. Dus als ik dat dan ging oefenen, dan probeerde ik juist andersom te denken. Eerst alle ghost notes spelen en dan daar een keuze uit maken. Wil ik eventueel wel een voorbeeld van ja, langs de toezicht. Ik denk dat de kijkers dat geweldig vinden. Ik hoop het. En anders dan... Anders maar niet. Gaan we dat teruglezen. Ja. Dus bijvoorbeeld, de waanzinnige oefening voor mij toen was om in plaats van... de oefening is dan om te beginnen als volgt. 16e op je snare, 8e op je hi-hat en dan... Dat als basis is heel bruikbaar, ook voor live merking. We spelen meestal live zonder percussionist, maar dit kan een soort shaker effecten. Precies. Ja, tof. Ja. Leuk. Ik wil even met je naar Tristan. Ja. Tristan is jouw band, jullie band. Fantastische muzikanten. Koen, Frans. Noem ze maar. Jason Lee en Guy. Dat gaat goed, hè? Ja, dat is te gek. Ja, maar het is in principe de ultieme band voor mij dan. Ja. Ik wou altijd in een band. In een echte band. Dat was mijn... ik denk voor iedere muzikant wel een beetje. Maar echt zo'n vaste formatie. Ja. En ik, ja, dat kan ik wel echt zeggen dat ik dat heb met... dit zijn ook echt mijn beste vriendjes, zeg maar. Ja. Ik bedoel... Wij meten het ook altijd van... als we bijvoorbeeld... We hebben een wissel moeten maken van zangeres. En ja. Dat heeft gelukkig goed uitgepakt. Sterker nog, het is gewoon... Wederom te gek. De vorige was ook waanzinnig. Maar dat is heel moeilijk, want dan heb je een hecht groepje. En dan gaat er één weg. En vind dat maar eens terug. Dus wij dachten altijd van, we moeten iemand vinden waar we dus tenminste 8, 9, 10 uur of 14 uur mee in de bus kunnen zitten zonder ruzie. Ja. En dat staat eigenlijk op 1. Daarna komt het spelen. Oké, ja. Maar dat gaat waanzinnig goed. Leuk, we spelen heel veel. Dus. Jullie toeren veel. Ik volg je Facebook en je Instagram hier en daar wel eens even wat. En dan zit je weer in Duitsland en in Polen zijn jullie geweest. Ja. Dus ik heb wel het idee dat het
ook zeg maar een vlucht gaat nemen op dit moment. Absoluut. Nou, dit jaar is voor ons erg goed. Onze dus Koen Molenaar, de toetsenist, is tevens soorten met de bandleider. In principe maken we allemaal beslissingen, maar hij is toch wel echt de grote baas wat dat betreft. En die heeft ontzettend goed werk verricht de afgelopen tijd. Maar ja, we zijn al in Japan en Indonesië en zo geweest. En dat was ook helemaal te gek. Maar dat zijn natuurlijk sporadische dingen. En nu is het zo dat we wat meer, echt maandelijks gewoon lekker veel aan het spelen zijn. En dat merk je natuurlijk direct aan zo'n band. Dat steeds hechter wordt. En mag ook wel na het zevende album. Ja, jullie zijn jullie hebben veel uitgebracht al. En wat is je ambitie met die band? Ja, voor mij persoonlijk is het gewoon heel simpel, veel spelen. Ik vind het nog steeds stiekem het leukst om in kleine clubs te spelen. Ja. Met elkaar boven, of bijna bij elkaar op schoot. Maar juist die afwisseling is ook zo heel gaaf. En we zijn allemaal wel fan van het reizen toch wel. En nieuwe podia, maar plekken en landen, alles toch te zien. En ik hoop dat we toch steeds meer een beetje bekendheid zullen krijgen. En wie weet. Maar het gaat eigenlijk gestaag. Geweldig. Steeds beter. Hey, ik heb aan onze kijkers gevraagd of er ook een vraag is die ze beantwoord willen hebben over jou. Ja. Er zijn een aantal vragen binnengekomen. Ik heb er één uitgezocht. En de persoon van wie de vraag komt is Jaap van der Meer. Ah. En, hallo. Jaap, omdat jij jouw vraag is uitgekozen en daardoor win jij een t-shirt van Drumpraat na keuze. Dus de opties zullen binnenkort aan je worden voorgelegd. Mag je even zelf uitkiezen welk shirt je wil hebben en even je maat doorgeven, dan komt het naar je toe. En zijn vraag luidt, jij hebt een enorme klik en een bijzondere band met Frans Vollink. Ja. De bassist waar jij eigenlijk al heel lang mee speelt. Dat is een hele diepe band hebben jullie qua spel en qua opvatting. En Jaap wil graag weten of er meer muzikanten zijn met wie jij samenwerkt, met wie je speelt, waar je een vergelijkbare energie mee hebt. Binnen de band is dat dus makkelijk. Absoluut. Soms is dat het namelijk direct. Toen ik Koen, de toetsenist, leerde kennen, merkte ik eigenlijk direct dat wij iets hadden met hoe we ritmisch dingen invullen of soms hoe we fraseren misschien. En ik denk dat bij Frans, dat is gewoon echt zoiets, dat was ook meteen tof, maar dat is nu zo'n lange tijd, dat is gewoon iets heel unieks, denk ik. Of voor mij zelf is dat prettig. Als wij live spelen, hoef ik niet echt. Het zou wel aardig zijn natuurlijk af en toe, maar ik hoef hem niet aan te kijken van hoe gaat het met jou en wat vind jij van wat we nu aan het doen zijn. Dat voelt gewoon oké. En hij is gewend dat ik een soort af en toe neurotisch los projectiel ben tijdens het spelen. En maar hij gaat gewoon door, weet je wel. En dat soort, zo'n klik heb ik ook, vind ik. Maar dat is eigenlijk heel anders. Met een bassist als Dave Breidenbach. Dat vind ik ook super fijn om mee te spelen. En ook zo gek als de deur. En maar het is ook echt anders met een bassist of met een toetsenist of met een gitarist. Hoe dat werkt. Guy Nichols. Ja, ik speel ook met hem in een trio wat we hebben. Dat heet The Head Act. Dat is wereldberoemd. En we hopen nog in het vorige programma te komen van iets. Maar met hem heb ik dat dus ook. Alleen heel anders. Met een bassist is gewoon. Het is wel heel erg prettig als drummer als je zoiets hebt. Bijzonder, hè? Dus, ja, waanzinnig. Nou ja, ik hoop dat je vraag is beantwoord bij deze. Dus, er zijn meerdere met wie je dat dus kunt ondervinden. Ja. Hey, ik ga even terug in de tijd, namelijk die periode van dat we allemaal met z'n allen thuis zaten tijdens de coronaperiode. Wij muzikanten, hebben natuurlijk van alles proberen te doen. Ik ben met dit begonnen, met Drumpraat. Gelukkig wel. En filmpjes en een podcast heb ik tegenwoordig ook. En jij bent iets heel bijzonders gaan doen. Jij bent, misschien deed je het daarvoor ook al hoor, maar het kwam vooral in het nieuws
tijdens die periode. Jij bent begonnen met het bouwen van in eerste instantie snare drums. Ja. En dus ook drumsets. En jij speelt op een zelfgebouwde drumset. Ja. En jij hebt speciaal voor mij ook een prachtige snare drum gemaakt. Echt een, het is echt een kroonjuweel. Dank je wel. Schitterende sound. Prachtig uitgevoerd. En echt vakmanschap. En inmiddels loopt dat een beetje uit de hand, hè? Ja, nogal. Vertel daar eens wat over. Nou ja, het was serieus meer... Ik hou heel erg van dingen maken of creëren. Nou ja, muziek maken, eten koken. En eten. dit intrigeerde me gewoon altijd. Er waren een aantal albums waar ik graag naar luister, waarvan ik wist dat de drummer op een ook zo'n soorten met snare speelde. En op een Brady. Sorry, ik kwam er bijna niet op. Dat was schandalig. Maar die speelde op Brady snares. En toen dacht ik van, die sound, dat lijkt mij zo gaaf. En dat is me altijd bijgebleven. En op een gegeven moment kwam ik stom toevallig iemand tegen op internet die zijn eigen snares bouwde. En toen dacht ik, dat ga ik ook eens proberen. Maar dat was een tijd terug. En in eerste instantie was dat helemaal niet zo oké. Totdat op een gegeven moment dat je het een beetje in de vingers krijgt. En dan was het eigenlijk vrij makkelijk voor mij om dan toch die keuze te maken van waarom niet een heel drumstel. En ik heb altijd op plywood ketels gespeeld, tot die tijd. En ik vond dit meer bij mij passen. Ik speelde wel veel altijd op kleine setjes. Het is helemaal niet zo dat ik alleen maar kleine sets maak, maar dit is echt iets voor mezelf wat ik heel prettig vind. Want het is maar een 16-inch bass, maar er zit ontzettend veel laag in. Komt ook door de constructie. Het is een beetje tussen een steef en een segmented ketel in. En naar mijn idee, of zoals ik ze dan maak, dan ben ik er zelf heel erg blij mee. Ja. En ja, ik zette de fotootjes online en ineens begonnen mensen ook bij mij te bestellen. Wie heeft allemaal een snare van je gekocht? Best veel. Een van de waar ik heel trots op ben, is dat Marcel Sirius er zoveel heeft. Ja, Marcel was natuurlijk mijn leraar toen ik ook voordat ik op het consortium zat. En ik vind dat een waanzinnige drummer en persoon. Dus dat vond ik een hele eer dat hij dat eigenlijk zomaar ineens... Hoeveel heeft hij gekocht van je? Nou, hij heeft, ik denk thuis, we hadden het geteld, ik geloof 8 ketels. Ik heb een bassdrummetje voor hem gemaakt. Ja. Ook een 16, want hij had een cherry of een kersen DW. En daar wilde hij graag een kersenhouten bassdrummetje bij in 16 inch. Ja. En dat was hartstikke leuk. Hij heeft een 10 inch snare, hij heeft meerdere 14 in verschillende dieptes. Hij heeft een 13 en nog geen 12. Je hebt nog geen 12, Marcel. Nee. Maar hij, best veel. Ik ben ook blij dat jij er een hebt. Ja, ik ben er ook heel blij. Ik gebruik hem in mijn studio. Ik ben natuurlijk endorser van Tama. Ja. Ik speel natuurlijk gewoon live en ook wel veel bij Tama. Die maakt prachtige snares. Maar tuurlijk. Dit is heel erg fijn ook in de studio. En, ja. En het is anders. En ik denk, dat is gewoon interessant. Hey, maar ga je dan ook bij verder? Zeker. Ja, ik ben nu bezig met, ik heb een aantal opdrachtjes liggen. Dat is heel tof. Ik heb net weer één af. Die is toevallig hier. Die moet ik straks even wegbrengen naar degene die hem heeft besteld. Oh ja. En ik ben bezig met een nieuwe set voor mezelf. Met wel een klein beestje. Alleen heeft hij meer toms. Een soort te heet gewassen Pocaro set. Dat leek me zo lachen. Dan kan ik weer eens wat andere veel spelen. Hey, maar als mensen geïnteresseerd zijn in... dus jij levert gewoon op bestelling. Snares of sets? Ja hoor, en het liefst in goed overleg. En waar kunnen mensen bij je terecht? Hoe kunnen ze je bereiken? Je kan het beste gewoon mijn naam intypen op Instagram of Facebook. Okay. Want dan kunnen ze me gewoon... mail me maar naar sebastiancornelissen@gmail.com.
En dan komen we er vast wel uit. Ja, leuk hè. Hey, want we hebben iets heel speciaals voor dit seizoen 4. En misschien kan je het zelf even vertellen. Nou ja, ik vond het echt heel erg leuk. Sowieso dat je dus vroeg dat ik hier mijn verhaal kwam doen. Maar ik vind het initiatief wat je hebt genomen hier met deze show, vind ik super tof, want je bouwt echt iets op. Het is een bibliotheekje inmiddels al met waanzinnige gasten die je hebt. En ik hoop gewoon dat alleen nog maar meer aandacht krijgt. En toen dacht ik van ja, misschien is het wel leuk als ik één snare drum die ik heb gebouwd hier aanbied, die jij mag gaan verloten of iets dergelijks. Ja. Aan jouw kijkers. Nou ja, dus dat is natuurlijk fantastisch. Dus wil jij dus een handgemaakte, en weliswaar deze, Sebastian Cornelissen snare drum. Wat voor hout is het? Dat is padoek met tineo. Dat is India's appel. Kijk eens even aan. Dat is waanzinnig. Dat is heel mooi hout. Je zal het, in ieder licht ziet het er anders uit. Hij klinkt helemaal te gek. Een beetje zoals deze, mijn snare waar ik nu op speel. En ook helemaal te gek is dat ik gebruik eigenlijk alleen maar de snarenmatten van Bibin. Zoran Bibin. Die maakt echt iets unieks ook met speciale diktes van de wires onder. En die zijn wat dunner als de standaard. Meestal is dat 0,5. Dit is geloof ik 0,3 of 0,4 wat eronder zit. En dat leidt toe dat het net iets dikker klinkt of zo. En makkelijker aanspreken. Ja, het is een waanzinnig ding. Dus 13 bij 6 is die. En mag iedereen inschrijven of heb je ook een context? Alleen aardige mensen. Alleen aardige mensen. Ja. Dus als jij deze snare, deze Sebastian Cornelissen handgemaakte snare drum wil hebben, dan is er een serieuze kans om dat voor elkaar te krijgen. Maar jij moet vertellen waarom jij vindt dat jij deze snare verdient. Mail je verhaal naar, staat hier straks al onder, info@sietsehuisman.nl. En alle inzendingen die stuur ik rechtstreeks door naar Sebastiaan. En die selecteert de nieuwe eigenaar van die snare. En dan mag je hem ook, of sterker nog, je moet hem, dat is ook een voorwaarde, bij de opname van aflevering 8, dus dat is de laatste aflevering van dit seizoen, dan is Sebastiaan hier ook weer als het goed is. En die gaat jou dan je nieuwe snare overhandigen. Nou, heb je daar nog wat aan toe te voegen? Hebben we nog iets gemist? Niet weten. Moeten we nog iets kwijt? Nee, ik dacht dat ik het hartstikke leuk vond. Ja. En de tijd gaat snel natuurlijk. De tijd vliegt voorbij. En daarom eindigen we altijd, zoals we elk seizoen eindigen, of elke aflevering eindigen, met een leuke jam. Ik vreesde het al. Ja, was je er bang? Een beetje wel. Sebastian, super thanks dat je er was. Goeie reis terug. Dankjewel. Veel succes met alles wat je van plan bent en wil gaan doen. En met het bouwen van je mooie drumsets en snare drums. En kom veilig thuis straks. Ja, en jij ook. Succes. Dankjewel.
Geweldig, man.